Bjorn, we staan hier op Raceway Venray. Ik zie jou zojuist aankomen rijden in je mooie zwarte Corvette. Toen ben je uitgestapt en dan sta je hier met een ding in je handen. Wat is dat en wat ga je daarmee doen? Ja, ik heb hier een draadloze transmitter in mijn handen. En hiermee gaat mijn draadloze Corvette C6 besturen op afstand. Dus jij blijft hier staan en zometeen rijdt je auto verder zonder dat jij daarin zit? Ja, dat is helemaal correct. Dus je zou kunnen zeggen dat jij daar het droomspeelgoed van elke 13-jarige bij hebt staan? Ja, dat denk ik wel, ja. Laat maar zien. Oké, dat doe ik. Ik heb het idee is eigenlijk gekomen toen ik de allereerste keer Back to the Future als kind zijn had gezien. En waar ook de DeLorean dus ook met een afstandsbediening werd gedemonstreerd. En toen dacht ik van, boah, dat wil ik ooit eens een keer voor mezelf uitproberen. Het idee is me eigenlijk altijd bijgebleven. Ja. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dat is niet een project wat je in een weekje hebt afgerond. Daar ben je heel erg lang mee bezig geweest. Ja, ik geloof met het designen ervan, het ontwerpen en het inbouwen ben ik ongeveer 1,5 jaar mee bezig geweest. Je hebt het zelf helemaal vanaf de grond af uitgedacht, ontworpen en gebouwd? Correct. Thuis in je garage? In mijn kleine garage, ja. En waarom een Corvette? Waarom niet een Peugeotje van 200 euro? Ik vind als je zo'n project bouwt, dan moet je ook een indrukwekkende auto pakken. Want anders worden de mensen heel snel verveeld. En de Corvette is ook een van mijn favoriete auto's, dus vandaar. Ik zie hier gewoon een standaard Corvette interieur. Ik zie niet dat dit een op afstand bestuurbare auto is. Ja, dat klopt. Dat was ook absoluut mijn intentie. Ik wou dat de hele auto helemaal stok van binnen uitzag. Dus geen grote motors of cilinders. En de auto moest het nog steeds voor dagelijks gebruik bruikbaar zijn. Dus je kunt er ook nog gewoon in rijden. Maar hoe en waar zie ik nu wat jij aangepast hebt? Wat heb jij gedaan in die auto? Nou, de voornaamste dingen zitten allemaal onder het dashboard. Dus dat is heel moeilijk te zien. Maar ik kan in ieder geval wel zeggen dat je hebt het handschoenkastje en daar zit de controlbox. En die controlbox die stuurt de motorcontrollers aan en de motorcontroller stuurt alle motors aan die worden op de pedalen zitten en aan het stuur, etc. Okay. Hoe lang ben jij bezig geweest om dit helemaal zo werkend en in orde te krijgen? Ik ben alles samen met ontwerpen en het bouwen ongeveer 1,5 jaar bezig geweest. En zou je daar een aantal uren op kunnen plakken? Veel. Veel. Veel.